Ja, we hebben de vragenlijst gezien. Ja. En de psychologische test. Ja, en wat wordt Mila? Waar liggen haar talenten? Wordt ze accountant? Of muzikologe? Nou, haar talenten liggen in een hele andere hoek. Oh ja, wat dan? Uw dochter Mila is heel sociaal, maar fysiek ook heel sterk. Ze heeft een sterk ontwikkeld gevoel voor stijl, maar ook voor dienstverlening. Ja, dat klopt helemaal, schat. Ja, zeker. Dus wat denkt u? Er komt één beroepskeuze heel sterk naar boven en dat is prostituee. Prostituee. Hoer? Nou, dat woord gebruiken wij liever niet. Uw dochter Mila is erg getalenteerd op het vlak van lichaamsverzorging, gastvrijheid, make-up, mode en seksuele handelingen. Ja, maar mijn dochter is toch geen sekswerker? Nou ja, het is waar haar talenten liggen. Ja, maar... Lieverd, het is gewoon een beroep als alle anderen. Precies. We hebben verder geen oordeel over het werkveld. Wat wij doen is mensen laten zien waar hun talenten liggen. Ja. Dus geef het wat tijd. Het is gewoon iets anders dan wat we gewend zijn. Ja, en het gaat om je dochter. Ja, maar ja, jeetje. Ja, ik ken die hele wereld helemaal niet. Nou, sta je er een beetje voor open. Ja. Ik begrijp dat het moeilijk is voor ouders om te accepteren dat hun kinderen iets anders doen dan wat ze gewend zijn. Want u bent... Accountant. Ik ben psycholoog, ja. Ik ken verder ook helemaal geen sekswerkers. Ja, dat snap ik. Maar die betalen ook gewoon btw, hoor. Ja. Zolang mijn dochter maar gelukkig is en zich kan ontplooien. Hè? Ja, dat is eigenlijk wel het belangrijkste, ja. Ja. Het gaat hier om Mila. Ja, het gaat om Mila. Leuk, hè, Mila? Je wordt hoer. Wij vinden het oké, hoor, schat. Zeg eens wat. Oh, verlegen. Ja, oh, schatje. Is goed, hoor. Dank u wel, hè, voor de tips. Ja, dank u wel. Nou, dat wordt een topper, hoor. Ja?